Ik ben Sanne, ben 24 jaar en ik woon in Amersfoort. Ik ben student aan de kunstacademie. Ik zit nu in mijn laatste jaar, dus ik ben bijna klaar met studeren, als het goed is. Ik ben chronisch ziek, ik heb twee vormen van reuma, waardoor ik eigenlijk elke dag wel pijn heb, vermoeid ben. Ja, dus eigenlijk niet alles helemaal kan. Ik kom al ruim 6-7 jaar op het Robinson Crusoe eiland. Robinson Crusoe eiland is voor mij echt een plaats waar ik tot rust kan komen. Als je op het pontje stapt, dat je al gelijk een soort rust over je heen komt. Alles is hier mogelijk. Als je iets niet kan of iets lukt niet, dan verzinnen ze ter plekke wel waardoor je het wel kan. Ja, je kan gewoon zijn wie je bent. Niemand die je gek aankijkt dat je iets niet kan of als je een keer een beetje mank loopt. Nou, op het water voel ik me eigenlijk helemaal vrij. Ja, die rust van de natuur is heerlijk. Dat die windje vooruit blaast is lekker gevoel eigenlijk. De accommodatie hier vind ik eigenlijk zelf wel heel fijn. Het is een hele mooie grote ruimte waar je vooral in de woonkamer gezellig met z'n allen kan zitten. Je ziet hier en daar wel dat het iets gedateerd is. Ja, dat het wel soms een opknapbeurt kan gebruiken. Wat ik wel heel fijn vind aan de woonkamer is de gezellige open haard die er is. Dat je gewoon met z'n allen s'avonds op een regenachtige dag daar omheen zit. En dat brengt echt wel veel sfeer met zich mee. Dus ik hoop wel dat ze die behouden. Om deze accommodatie ook in de toekomst natuurlijk toegankelijk te kunnen houden voor iedereen, is die opknapbeurt in de toekomst natuurlijk wel nodig. En hopelijk dat jullie een mooie donatie kunnen geven, zodat we deze mooie vakanties voor iedereen toegankelijk kunnen houden.